Hier zit je. Ja. Nee, ik dacht, de ramen kunnen wel weer eens een soppie gebruiken. Ja, dan is het toch wel handig, hè, om je vader in huis te hebben. Hé, hoe zit dat nou met dat telefoontje? Dat is de woningbouw. Ze zijn achter de onderhuur gekomen. Dus, de onderhuurder moet eruit. Ik moet terug. Anders raak ik mijn woning kwijt. Had dat dan meteen gezegd? Ja, sorry, ik schrok. Is voor jullie ook weer een financiële strop als ik niks meer kan bijdragen. Maar nou dacht ik, stel, ik zeg de huur op.